Tony heeft vandaag een van zijn dealerdagen. En wat is nou precies een dealerdag? Dan mag Coolblue op bezoek komen bij Sony om te kijken wat ze dit jaar allemaal gaan uitbrengen. Hoofdtelefoons, speakers, nieuwe televisies. Ik mag ze hier allemaal gaan uitproberen. Als eerste loop ik naar de speakers, want daar heb ik me echt het meeste op verheugd. Nou, dit is dus de hele familie. Je hebt portable speakertjes hier, van klein naar groot. Daar gaan we zo gelijk eventjes naar kijken. En dan heb je hier hele grote speakers en die kun je meenemen voor op de boot of zo. De nieuwe speakers, ja, die zien er veel vetter uit dan de vorige. Je kunt er ook leuke dingetjes mee, want als je er op de bovenkant slaat, krijg je een bepaald geluid. Je kunt ze ook verbinden met elkaar, zodat je ja, goed je muziek dus kunt afspelen over heel veel speakertjes, zoals dat hier ook gebeurt. En alle ledjes die je ziet, worden afgestemd op de muziek die je luistert. Wat ook nieuw is, is dat hij tegenwoordig helemaal waterdicht is. Dus je kan hem onderdompelen onder water. En hij is ook stofdicht, dus je kunt hem meenemen naar het strand. En dit is ook een hele grote jongen. 16 uurtjes kun je deze gebruiken zonder op te laden. Dan waren de speakertjes. Mijn favoriet persoonlijk, want ik vind het altijd heel leuk om hiermee te spelen. We gaan nu naar de hoofdtelefoons. Sony heeft 3 nieuwe sportoordoppen en ze staan hier alle 3 uitgestald. Begin bij de meest uitgebreide, die zijn helemaal draadloos. Dat zijn alleen maar oordopjes, dus zonder snoertje in je nek. En hij heeft noise cancelling. Als je noise cancelling hebt, heb je ook ambient sound. En als je aan het sporten bent en je rent door het verkeer, dan is het ook goed om je geluid in je omgeving ook gewoon te kunnen horen door je muziek heen. Wel zo veilig. En je hebt deze erbij. Dit is het oplaadstation en ook wel een soort van powerbank. En daardoor heb je altijd 9 uur aan accu bij je voor muziek. Dit heet ook draadloos, want het gaat via Bluetooth. Alleen bij deze is het zo dat er wel nog een snoertje in je nek hangt. Maar dat is eigenlijk het enige verschil, want hij heeft ook en noise cancelling en ambient sound. Deze is wat minder uitgebreid, maar daardoor ook veel betaalbaarder. Geen noise cancelling en heeft ook nog steeds een snoertje in je nek. Deze heeft een batterijduur van 8 uur. En ze zijn allemaal waterproof. Dit is de nieuwe OLED-televisie van Sony. Hij is verbeterd, hij is iets dunner geworden. Het geluid komt uit het scherm. Dat klinkt heel raar, maar dat kan omdat er aan de achterkant cones zitten. En die geven de trillingen door aan het scherm. En die worden geprojecteerd door de kijker. En dat is natuurlijk heel tof. Op geen enkele andere televisie, behalve deze 2, die hebben dat. Er is ook Dolby Atmos. Dus geluid van boven. Nice! Even informeren. Zo, dat was de demo net binnen. Geweldig natuurlijk, met geluid everywhere, met Dolby Atmos. Dat is ook gelijk het einde van mijn dag hier bij Sony. Ik vond het in ieder geval wijs leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Heb je nou nog vragen over bepaalde producten? Laat het dan hieronder weten in de reacties. En vond je deze video leuk? Laat het ook weten met een duimpje omhoog. Alright, ik ga er vandoor. Ik ga weer terug naar kantoor. Dus tot de volgende vlog. Hoi!